En welkom bij Maria's eerste en nieuwe film, Mijn Beste Broer. Vandaag gesels ons met meneer Pieter Kroene en Janko en Stian Berger. Meneer Pieter, wat denkt meneer, het die film een invloed op die school of het een betekenis voor die school? Anna, ik denk definitief zo. Ik denk hier is typisch een project wat ook buitenkant die kassie is, buitenkant die normale is. En so dit ontwikkel klomp mense, sien potensiaal wat hulle voorheen dalk nooit geweet het hulle het. En dit bou definitief aan die kultuur van die skool. So ek is van die oortuiging dat dit geweldig groot waarde het. Ja, ek stem saam met jou. Okay. As tweeling, dink julle daar is 'n sterker band in die film of tussen julle twee? Ja, ik denk zo. Ons werk nu beter met elkaar. Is jullie ook in is ons ook in werkelijkheid beste vrienden? Nee. Ja. Okay. Wat is jullie gunsteling film en hoekom? Semi zoet. Dat is een snaakse vlieg. Ik hoor dat het snaak. En jou dan? Ja, ook semi-soet of liefling of... Hoofdzakelijk Afrikaans. Ja. Oké. Okay. Meneer Pieter, wat denkt meneer het meneer een eigenskap zodat meneer in die vlieg kan inpas in die film? Ik denk die eigenskap is wel definitief versorging en bij elkaar hou, die gezin bij elkaar hou, die pa wat die seun verloor het en wat deur hierdie proces moet gaan om die situasie te bestuur en die seun wat oorbly so te ondersteun dat hy oor hierdie moeilike situasie kom. So ek dink die versorging en om te help en te ondersteun en uit moeilike omstandighede iets te verder te vat en mense te begelei. Mm. Ja, so sê dit is die eienskap. Ja. Dankie. Die tweede. Verduidelik ons net 'n bietjie meer wat die film is en hoekom julle daarmee pas. Ja, ik denk het pas bij ons, ons is een tweeling en dat gaan we ons met elkaar, bij elkaar, blij met elkaar beste vrienden. Ja, so, en daar waar die een soos beetje stil is om te helpen, die moeilijke tye help en goed, so ja, ik denk dit was vriend. Okay. Meneer Kroene, wat er uitdagings vind u om die draaiboek lewendig te maak? Anna, ek sou sê dat die morbide situasie van 'n kind wat dood is en om die oorblywende kind te help en te ondersteun om deur hierdie moeilike situasie te kom is definitief 'n baie groot uitdaging. So ek sou sê dat dit iets daarmee te doen het. Denk jy sal iets kan leer uit die film? Of is dit maar net van jouself iets? Ons kan seker iets leer om saam met ander mense te werk en so. Ja, hoe word 'n fliek gemaak en al die dinge wat ons nie weet nie. Okay. Meneer Pieter, wat is die mense sal van die film hou? Nou, ek dink al verseker mense wat in amateur bedryf staan gaan definitief daarvan hou. Om te sien hoe ons as 'n groepie in ons amateur tipe van benadering hoe ons dit gedoen het. So verseker mense wat in die amateur bedryf staan sal kennis neem van die fliek glo en sal daarvan hou.
En ik denk ook mensen wat waarschijnlijk maar van meer dramatische type van, yeah, van yeah. flicks zou dat ook aan kan vinden bij die flicks. Yeah.